van gas naar gasloos in de bestaande bouw. Welkom bij dit tweede nieuwe webinar namens Nieuwe Energietechniek heet Ronald Scheffer en ik Roel Knol. u van harte welkom samen met alle andere honderden kijkers. Welkom bij deze webinar. Vooraf nog even wat huishoudelijke mededelingen. U kunt na afloop van deze uitzending dit terugkijken on demand. Voor degenen die dat willen, uiteraard. U kunt ook, uh, en dat is evenals de vorige keer onze doelstelling als kijker, graag interactief meedoen. We hebben een aantal kijkersvragen, polvragen zogezegd. En u als kijker mag ons ook vragen stellen. En daar waar het kan en er tijd en gelegenheid is, zal Ronald deze vragen ook beantwoorden. Zoals ik in het begin al zei, er zijn polvragen. Wij willen graag van start gaan al met uh, de eerste vraag en dat is we willen heel graag weten wat is uw achtergrond. Dit is even van belang zodat Ronald eventueel zijn verhaal nog enigszins kan aanpassen aan de toehoorders. Wij zouden graag willen weten in welke categorie valt u. Bent u misschien adviseur, architect, aannemer, projectontwikkelaar, woningcoöperatie, installateur of wellicht een ander vakgebied? Zou u dat willen invullen? Um, om alle categorieën te zien, moet u wellicht even naar beneden scrollen en dan kunt u op de knop Indienen drukken. Dan wil ik nog even onze spreker van vanmiddag, Ronald Scheffer, introduceren. Ronald, Senior Sales Engineer bij Niebe Energietechniek, met meer dan 23 jaar ervaring in de warmtepomp en. Ik denk dat ik zonder meer mag zeggen dat in Nederland dat we dit misschien op één hand kunnen tellen: de mensen die zo lang werkzaam zijn in de warmtepomptechniek. Dat geeft meteen ook aan, Ronald, dat jij heel veel ervaring hebt. En dat zal ons vanmiddag uh, zeer ter dienste zijn. Even voordat we beginnen, Ronald, een hele korte terugblik op het eerste webinar. Uh, ik denk niet dat ik overdrijf dat we. Bovenwachting veel interesse hebben gehad. Hoe, hoe heb je ja, dat ja, zelf ervaren? Zeker, een hele, hele, leuke, hele leuke ervaring. Heel veel leuke reacties. Natuurlijk, het voorgaande webinar was voorafgaand aan de VSK. En dan is het toch wel ja, heel, heel mooi om te zien en te bemerken dat er heel veel kijkers geweest zijn. die naar dit webinar hebben gekeken. Goede reacties, leuke reacties gehad. Laten we hopen dat, uh, dat het, die reacties zich nu verdubbelen, want ook het kijkersaantal is trouwens verdubbeld. Uh, Ronald, de onderwerpen waar je het met ons gaat over hebben vandaag, dat is de toekomst van aardgas in Nederland. Nou, dat is een, een hot item, denk ik. Wat uh, te doen met de CV-ketels bij renovatie? Gaan we die versneld afschrijven of gaan we die gedeeltelijk uh, geleidelijk uitfaceren? Is denk ik een vraag die uh, op dit moment ook actueel is bij veel vastgoedbeheerders. Uh, de warmtepomp, hybride en cv-ketel werkt dat wel samen. Uh, wat gaan we doen met het warmtapwater? Ook heel belangrijk. We willen tenslotte ook een stukje comfort. Voorbereid voor de toekomst. al electric, ook iets wat tegenwoordig uh, regelmatig naar voren komt. De bouwkundige maatregelen: wat hebben we nodig, wat moeten we hiermee doen. De toepasbaarheid in bestaande bouw en de nieuwbouw. En Ronald wil nog iets vertellen over de. Of een voorbeeld geven over de prestatie in de C-label. En tot slot, ook niet onbelangrijk, wat zijn de subsidiemogelijkheden? Dan gaan we, Ronald, voordat ik jou het uh, woord geef, even kijken in welke categorie onze kijkers vallen. En dan zie ik dat uh, op dit moment meekijken, adviseurs 15%. Architect 1%, bouwer-aannemer 1%, projectontwikkelaars 3%, corporaties 12%, installateurs 41% en toch ook 27% anders. Dus heel snel uh, gekeken dan en ook vergeleken met de vorige keer dan zie ik toch dat uh, vanuit de eindopdrachtgever dit toegenomen is, maar ook zeker de installateur. Dan gaan we over, allereerst iedereen bedankt natuurlijk voor het invullen. Dan gaan we over naar het eerste onderwerp. Ronald, de toekomst van aardgas in Nederland. We hebben het met z'n allen beloofd dat we in 2050 energie neutraal willen zijn. Wat is die toekomst van aardgas? Ja, nou Roel, uiteraard allereerst bedankt voor deze mooie introductie en mooie woorden. Uiteraard ook namens mij, ook heet ik iedereen welkom bij dit webinar. Toen wij bezig waren met de voorbereiding van dit webinar. en met name het onderwerp toekomst van aardgas in Nederland. ja. kon ik het niet laten om even terug te denken. naar een aantal jaren geleden. waarin ik in gesprekken met, met heel veel partijen. met heel veel mensen. het regelmatig gehad heb. Over, over het aardgas. en ja, hoe lang zouden wij. Ja, nog aardgas uit de Nederlandse aardbodem kunnen blijven halen. En ik weet altijd dat de uitkomst... en we waren het er altijd met elkaar over eens... is dat we zeiden, nou, dat gaan wij niet meemaken. De generatie die achter ons komt... zullen dat waarschijnlijk ook niet meegaan Maar er komt een generatie die het gaat meemaken... dat er geen aardgas meer uit de Nederlandse bodem gehaald werd. Ja, en toen werd het januari 2018... En uh, er was een uh, vrij ernstige aardbeving in, uh, in het noorden van Nederland, in Groningen. En ja, de opmerking was van uh, onze minister van Economische Zaken, Erik Wiebes, dat de oplossing is dat we van het gas afgeraken. En, uh, minister Wiebes kon op dat moment ook niet weten dat hij twee maanden later, met de huidige, huidige regering, uh, zou zorgen voor een hele bijzondere en historische uh, dag. Maar voordat die dag aanbrak, aanbrak eh, is er eh, onder andere in, in Drenthe, bij radio en televisie eh, Drenthe, Drenthe, is er een eh, enquête gehouden onder zo'n eh, 3400 eh, mensen. Eh, nou, We kennen eh, Drentenaren als vrij nuchtere mensen. Er staat er hier toevallig eentje eh, naast mij. Het is de mooiste ik... provincie van Nederland, nou, laten we het daar maar op houden. Uh, in ieder geval, uh, Drentenaren zijn vrij uh, nuchter wat dat betreft. Uh, uh, is gesteld, stel dat uh, de cv-ketel uh, binnen vier jaar, dus de oude cv-ketel, zou verdwijnen. Uh, ja, gaat u dan over tot aanschaf van een nieuwe cv-ketel, als, als dat verbod komt? Of bent u er wel klaar voor om een warmtepomp of een andere manier van duurzame alternatief toe te passen? En het blijkt toch van de 3.400 stemmen dat er ruim 1.500 mensen wel bereid zijn om ja, over te stappen, eigenlijk wel klaar zijn voor die warmtepomp of een andere duurzaam alternatief. Nou, we weten dat uh, die dag van uh, januari met die uh, aardbeving in Groningen dat toen al besluit is genomen om de reductie van uh, uh, of de winning van aardgas te reduceren. Maar ondanks die reductie, ja. Blijven we in Groningen toch wel te kampen houden met, met een bodemdaling? Nou, tot op die dag 28 maart 2018, waarin de regering naar buiten trad. En er gezegd is, besloten is dat de gaswinning in Groningen ja, in 2030 naar nul eh, moet gaan. Ja, een bijzondere stap, een bijzondere dag natuurlijk. Een bijzonder, een bijzonder moment. Ja, dat betekent dus. Dat wij als Nederlanders we zullen eraan moeten gaan wennen om van het aardgas af te gaan. Ja, een, 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 een volle zin. Maar ja, is het ook heel erg, heel erg spannend en is dat vreemd? Nou, eigenlijk niet. Want wellicht de wat, misschien oudere kijkers onder ons, ja, die kunnen zich misschien dat nog herinneren dat wij in 1965 een eerdere transitie hebben. Doorgemaakt, toen we van stadsgas naar aardgas overgingen. Nou, eh, hier volgt, hierna volgt even een, een kort filmpje... en ik stel voor dat we daar even naar, naar kijken. In het ondergrondse buizennet van Hilversum... zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel... deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Voor de overschakeling is Hilversum verdeeld in 42 wijken... Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten. Maar dat brengt grote problemen met zich mee. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas, waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen, moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor aardgas geschikt te maken. Indien dat mogelijk is, geschiet de vervanging van de branders aan huis. Dat is bij moderne gijzers vaak het geval. Maar de fornuizen worden tijdelijk weggehaald. Waarbij de gemeente er echter voor zorgt dat de huisvrouw toch kan blijven koken. Het gemeentelijk energiebedrijf werkt onder hoogspanning om alle kooktoestellen zo snel mogelijk te veranderen. Die verandering brengt voor de eigenaren geen kosten mee. Alleen sterk verouderde toestellen worden afgekeurd, maar men krijgt dan een korting bij de aanschaf van nieuwe. Ja, zo ging het er dus uh, 53 jaar geleden aan toe. En ja, die snelheid in transitie, dat is. Uh, een van deze onderwerpen, ja, die is inmiddels in volle gang gezet. Dat betekent dat we in 2030 circa 2 miljoen huishoudens ja, volledig losmaken van het aardgasnet. Er is ook sprake van een verbod op CV-ketels, mogelijk al in, uh, in 2021 op nieuwe CV-ketels. We kunnen stellen dat als we in 2050 volledig van het aardgas af willen, dat we vanaf nu. Maandelijks 17.000 tot 18.000 huishoudens moeten gaan stoppen met de cv-ketel. Er is dus enorm veel werk aan de winkel. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uiteraard ook ja, onze, onze overheid bij nodig. En ja, we hopen dat die overheid ons ook ja, kan helpen met wat gunstige voorwaarden in het scheppen vanuit deze situatie. Aardgasloos immers betekent een behoorlijke vermindering van de CO2-uitstoot. En dat sluit ook nauw aan bij de doelstellingen die, onze, uh, die Nederland heeft binnen Europa. Om die CO2-uitstoot ook uh, fors terug te gaan brengen. Nou, we weten dat er uh, onder andere nu een subsidie is op marktpompen. Uh, vooral namelijk voor de bestaande bouw. Maar wellicht ja, zou het ook wel uh, interessant zijn als er uh, vanuit de overheid iets met milieu. Belasting gedaan zou kunnen worden, waardoor we ook in nieuwbouw de stappen naar deze verduurzaming beter kunnen inzetten. Daarnaast is het natuurlijk een zaak dat we zaken slimmer organiseren. Gemeentes zullen samen met bewoners in woonwijken moeten gaan kijken en onderzoeken naar andere mogelijkheden van een vervangende oplossing van aardgas. En ja, een bestaand gasnet zal misschien ook aangepast kunnen worden aan een betere energievoorziening. Uh, niet onbelangrijk. En ik zeg nieuwe technologie, omdat het in Nederland ook een nieuwe technologie lijkt. Eh, op basis van smart grid. Hè, dus het verdelen van de energie, opgewekte energie bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Ja, om dat op een betere en gestructureerdere gestructureerde manier zeg maar, te verdelen in de woonwijken. Daarnaast is het natuurlijk zaak dat we met z'n allen zorgen dat wij eh, een goede informatie verschaffen. Zeker vanuit onze branche. U zag in het voorgaande filmpje onder andere de ombouw van de gaskooktoestellen vanuit het, aardgas, vanuit het stadsgas naar het aardgas. Uh, ja, ik bemerk vaak uh, vanuit, uh, vanuit consumenten via de insulateurs ja, dat, uh, dat mensen nogal schrikken van het feit dat ze dus bijvoorbeeld ook niet meer op aardgas koken, maar moeten gaan koken op elektrisch of op inductie. Nou, ik ben zelf een. Uh, als ik het zo noemen mag, een ervaringsdeskundige op het gebied van inductiekoken. Ik mag graag in mijn vrije tijd in de, in de keuken staan. En ja, inductiekoken, kan ik u wel verzekeren, is een hele mooie en een goede vervangende manier in plaats van het koken op, op, op aardgas. Goed, dan komen we op het onderwerp 2. En het onderwerp houdt in eh, wat te doen met de cv-ketel bij een renovatie. Gaan we die cv-ketel opnemen? Ja, gaan we die versneld uh, afschrijven of gaan we die geleidelijk uitfaseren? Ja, ik neem u mee, en u ziet op deze dia een voorbeeld uit, uh, uh, van een woonwijk. Die woonwijk die dateert eind jaren 90, begin 2000. En ja, daar hebben we natuurlijk een situatie waarin deze woningen uh, ja, ketels zitten die misschien 17, 18 jaar oud zijn en op dit moment ja, aan vervanging toe zijn. Als er mensen zijn die op dit moment zeggen: Nou, ik wil helemaal op all-electric. Ja, dan is in zo'n situatie is die keuze is misschien niet zo raar. Maar je kunt ook voorstellen dat daar bewoners zijn. die ongetwijfeld al een jaar of vijf of zes geleden. hun cv-ketel hebben vervangen. Ja, dan is het natuurlijk erg zuur als je gaat zeggen: Nou, die cv-ketel die moet eruit. Want ja, we gaan, we gaan een ander systeem hier maken. te verzoeken naar een oplossing en naar de mogelijkheden daarvan. Een voorbeeld natuurlijk van de woning eind jaren 90, begin 2000 is natuurlijk erg makkelijk. Ja, we hebben ook te maken, en zeker als we kijken naar corporaties, naar wat oudere woningen, vooral uit uh, woningen uit de jaren 70 en jaren 80. En ook, uh, ook uh, hoogbouw. Ja, wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we die situatie aanpakken? Nou, ik hoop verderop in, uh, in dit webinar daar nog even een uh, goed helder statement uh, op te geven. Dankjewel Ronald voor uh, dit eerste gedeelte. Uh, er komen ondertussen al een aantal vragen binnen. Ik pak er even een, een aantal uit. Volgens mij hier wat een vraag stelt over hoogbouw. Je gaf het net al even aan, maar de, de vraagsteller of stelster, dat, dat weet ik niet, maar die vraagt uh, in hoeverre is het mogelijk om warmtepompen toe te passen in de hoogbouw? Ja, nou een, 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 een logische vraag ook. Uh, ja. Wij uh, houden in dit webinar uh, het uh, vooral over, over, over een monoblok blok, uh, luchtwaterwarmtepompen. Dat zijn watergekoppelde systemen. En uh, onze ervaring is dat watergekoppelde systemen uh, ja, niet heel veel beperkingen en uh, last ondervinden van de toepassen ja, in, in hoogbouw. Uh, natuurlijk, hè, je moet per situatie moet je het bekijken. Maar ja, dat. Ja, dat is natuurlijk ook iets ja, wat, wat ook op ons bordje ligt. Ja, dankjewel Ronald. Uh, volgende vraag. Kan de hybride warmtepomp op elke CV-ketel worden aangesloten? Ja, nou, goede vraag. Uiteraard. Uh, logisch. We hebben heel veel uh, merken, uh, fabrikaten CV-ketels. Uh, ook hier weer geldt natuurlijk dat het per situatie wel verschilt. Het voordeel is, ja, Nieuwe is, uh, is een waterpompfabrikant, wij zijn geen ketelfabrikant. En wij kunnen uh, stellen dat iedere combinatie van onze waterpomp met iedere CV-keten gecombineerd kan worden. Ik denk ook, om je aan te vullen Ronald, dat dat meteen ook het grote voordeel is van Nieuwe, dat wij geen specifieke voorkeur hebben. Nee, precies. Dan, uh, ja, mochten de indieners van de vragen... Uh... Nog meer willen wij, u kunt ons altijd mailen. Aan het eind zal ik nog even ons e-mailadres ook nog even noemen. Dan gaan we even over naar de vraag 2 en dat is: In hoeverre bent u bekend met de hybride warmtepompen? Bent u daar heel erg bekend mee? Bent u daar misschien een beetje of enigszins bekend mee? Of bent u daar misschien helemaal niet bekend mee? Als u die vraag voor ons zou willen beantwoorden, dan gaat Ronald ondertussen verder met het derde onderwerp en dat is. De warmtepomp, hybride NCV-kerel werkt dat wel samen. Ja, dank je, Roel. Ja, inderdaad. En ik neem u mee weer even terug naar die wijk van de jaren zeventig. Het mooiste is om dat eh, zeg maar, aan een praktijkvoorbeeld te, te kunnen laten zien. Eh, er is hier gesteld dat deze woning. En deze woningen zijn. Eh, eh, veel al voorzien van radiatoren. Een enkeling heeft eh, al ja, te begaande grond wel wat vloerverwarming. Maar doorgaans toch de meeste woningen hebben radiatoren. En er is voorafgaand is er overlegd. dat eh, we gaan proberen om die cv-ketel. op een wat lagere temperatuur te begrenzen voor de verwarming. Dat betekent dat deze woningen bij min 10 met een haventemperatuur van 55 graden. en een continu stookproces. Want dat moest die bewoner dus wel begrijpen geen nachtverlaging meer toepassen. Daarmee kunnen we continu die woning op een uh, aangename temperatuur uh, houden. Uh, het vermogen wat, uh, wat daaruit voortkwam uit deze woning in combinatie met het aardgasverbruik, en dat ligt gemiddeld, zeg maar, voor deze woning op 2100 kuub aardgas per maand. Een gezin van, uh, van vier personen. Het vermogen komt ongeveer uit op 7,8, 7,9 kilowatt. Ik rond dat ook al even af strakjes uh, in de grafiekjes die ik laat zien. Naar 8 kilowatt. En eh, niet onbelangrijk is te melden dat deze woningen ook voorzien zijn van eh, mechanische ventilatie. Dus er hangt een, een MV-boxje op de zolder. Dat betekent dus we zuigen de, uh, de lucht uit de woning mechanisch af. En via de roosters in de ramen komt er uh, schone lucht naar binnen. Nou, dat geeft ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld een hybride waterpomp toe te passen die op ventilatielucht werkt. En de vraag is: werkt dat samen? Nou. Dat behoort eh, inderdaad eh, samen te werken. Alleen ja, je ziet dan wel dat in heel veel situaties we eh, ja, de cv-ketel eigenlijk als het leidend voorwerp, en in de goede zin van het woord, de leidende ketel eh, naar voren zien komen en de warmtepomp daarin volgend eh, is. Ja, wat heeft dat voor gevolg? En ik neem u mee naar een, een, een plaatje, een jaar krommen. En die jaar krommen die laat het volgende zien. U ziet aan de, aan de linkerkant uh, ziet u het vermogen staan van de woning 8 kilowatt. En uh, u ziet op de uh, x-as zeg maar, de uh, percentage in de energiedekking uh, staan. Nou, we zetten hier een ventilatieluchtwarmtepomp in die een vermogen heeft van 1,6 kilowatt. Dat geeft ongeveer weer dat het zeg maar, 20% van het vermogen uh, ja, voor zijn rekening neemt. We kijken naar een ISO-beta-tabel. En dat beta-tabel geeft eigenlijk de energiedekking aan als we een rendement halen. En u weet het, bij warmtepompen praten we over rendementen van de COP's, van minimaal 3 of groter. En dan zie je dus bij zo'n ventilatieluchtwaterpomp ja, dat we dan toch nog 56% energiedekking hebben. Dat betekent niet volledig 100% energiedekking. Maar goed, we doen toch een mooi groot aandeel in zeg maar, het stukje uh, verduurzaming en het terugbrengen van ons aardgasverbruik. Uiteraard is er ook een oplossing om dat te doen met een luchtwaterwaterpomp. Wel te verstaan, een hybride luchtwaterpomp. En ook hier zien wij toch ja, in de praktijk heel vaak weer dat die ketel eh, ja, zeg maar het product is wat vooraan in de rij staat en de warmtepomp daarin volgend is. Ja, wat betekent dat in een jaar duurlast krommen, om dat maar weer even te laten zien? We zien dus dat met de 3 kilowatt circa 37% van het vermogen in aandeel door de warmtepomp eh, gedaan wordt. Alleen wat opvallend is hier. Is dat van die 37% van het vermogen er slechts maar 40% energiedekking is? Waarom is dat opvallend? Ja, ten meer omdat volgens het iso better tabel met die COP van groter als 3, 37% vermogen toch wel op ongeveer 89% energiedekking zou moeten uitkomen. Wat, wat is hier aan de hand? Ja, wat hier speelt is heel duidelijk wat we in de praktijk veel zien. Um, is dat hier een warmtepomp, een luchtwaterwarmtepomp toegepast is... die het domweg niet kan uh, werken bij een lagere buittemperatuur. En we zien hier eigenlijk dat deze warmtepomp... zeg maar ergens tussen de 5 en de 0 graden... zegt van maar, nou, ik, ik hou het voor gezien. Ik, ik kan het gewoon niet verder meer. Ik moet hier stoppen. Ja, dat betekent ja, eigenlijk wel een, een, een investering. Dat op het moment dat de CV-ketel na een aantal jaren... Bewijzen van spreken afgeschreven moet gaan worden. En u ja, een alternatief moet gaan zoeken voor die CV-ketel. Ja, dat u dan op dat moment misschien ook wel een alternatief moet gaan zoeken voor de warmtepomp. Simpelweg. Omdat het stukje bijverwarming, en in dit geval dus ruim 63 procent, ja, is misschien wel een te grote sprong. Dankjewel, uh, Ronald. In, in feite zeg je eigenlijk dat op het moment dat je kiest voor hybride, in combinatie dus met een buitenunit, een luchtwaterwarmtepomp, zorg in ieder geval dat die capaciteit van die ja. warmtepomp, dat ja. die voldoende is. Helder. En niet, vooral niet te klein. Ja, zeker. Nee, dat is uh, de juiste snaar. Terwijl ik helemaal niet uh, muzikaal ben. Nee. Dan gaan we even naar het uh, resultaat van de tweede polvraag. In hoeverre bent u bekend met hybride warmtepompen? Uh, nou, ik zie dat wij uh, op de goede weg zijn, maar dat er uh, ook best nog wel wat te doen is. Dat is 25% geeft aan uh, heel erg bekend te zijn met warmtepompen. 60%, uh, en dat vind ik eigenlijk best nog wel veel, geeft aan enigszins bekend te zijn. En 14% uh, geeft aan. Niet bekend te zijn met warmtepompen. Dus het is kort gezegd, er is nog een hele mooie taak voor ons weggelegd. Uh, dank u wel voor het invullen van deze vraag. Dan uh, gaan we weer verder uh, met het volgende punt, Ronald. En dat ja. is de warmtepomp hybride en cv-ketel. Ja, en, 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 en zonder uh, ja, onszelf natuurlijk op de, de borst te slaan. Maar we willen eigenlijk nu graag namens Niebe vertellen hoe het wel moet. En eh, ja, ik, 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 ik grijp dan weer even terug dat wij ook, eh, en vanuit mijn vak, ik heel vaak eh, in aanraking kom met, met, met opdrachtgevers, die mij dan ook vragen, Ronald, waarom zou ik voor hun fabrikaat als Niebe moet kiezen? En dan is mijn antwoord is denk ik altijd heel simpel. En dan zeg ik, nou, stel dat je de keuze hebt, dat je voor eh, je keuze van je verwarming een product moet kiezen waar de ontwikkeling in Zuid-Europa ligt. Of je hebt de keuze dat je mag kiezen voor verwarming waar de ontwikkeling in Noord-Europa ligt. En wij wonen hier in Nederland. Nou, laat dan je hart spreken. En ja, daarmee geven wij dus ook aan dat onze systemen ja, eigenlijk ontwikkeld zijn op een klimaat wat ook ver beneden eh, onder het eh, ontwerptemperatuur voor de Nederlandse eh, markt ligt. Dus eh, zelfs bij min 20, min 25 graden. Buiten temperatuur zijn onze systemen, onze warmtepomp nog in staat om hun werk te doen. En dat laat ik ook zien aan de hand van ja, de volgende slide. En zoals ik het ook al aangaf, zeggen wij, nou oké, okay, hier zien we dus dat dus vanuit onze optiek de warmtepomp leidend is en dat we die CV-ketel ja, daar waar het nodig is en daar waar het kan, op dit moment laten helpen. Eh, ja, als het noodzakelijk is. En dat zien we eigenlijk in deze jaarduur als krom, zien we dat weer terugkomen. Je ziet hier dus dat wij met een vermogen, we hebben hier een waterpompje wat zeg maar zo'n 6,3 kilowatt kan leveren. bij nou, ongeveer min 6, min 7 graden. Dat is een beetje vanuit dit ontwerp. Het ontwerp van de woning zit op 8 kW. We hebben hier bewust even een wat kleiner warmtepompje eh, genomen. En we zien dus dat met deze warmtepomp 97% van de energie gedekt gaat worden, volgens Isobert op het eh, tabel met een COP die in ieder geval eh, ja, drie of hoger ligt. Dat betekent dus dat wij 19% ja, aan, aan vermogen eh, moeten gaan bijverwarmen. Nou, hou dat even vast, want dan kom ik zo meteen op terug. Ik, ik hoor u denken, ja, Ronald, je praat heel mooi over, over verwarming, maar ja, hoe gaat het met tapwater? Nou, het mag duidelijk zijn. Op het moment dat wij een hybride systeem maken in combinatie met een CV-ketel, ja, dan zou het raar zijn als we zeggen, nou, oké, okay, die CV-ketel die hangt daar zo, eh, nou. 90% van onze ketels in de woningen, dat zijn combiketels. Ja, laten we dan het tapwater in ieder geval verzorgen door die CV-ketel. Maar goed, er komt een moment. En dat moment is eigenlijk ook nu al aangebroken in het voorbeeld wat ik, wat ik nu hier bespreek. Ja, deze mensen zeiden, ja, mijn ketel is eigenlijk al afgeschreven. Ik wil naar de elektrische oplossing. Dus ik wil eigenlijk heel die CV-ketel, wil ik niet. Nou, welke keuze heb ik dan? Ik liet zien dat die warmtepomp die, nou, die dekte natuurlijk niet helemaal zeg maar, de energievraag. Ik heb wat bijverwarming eh, nodig. Ja, en die bijverwarming, en dat geeft deze duurlast komen, geeft het aan. Ja, dat zou ik bijvoorbeeld kunnen doen door zeg maar, een elektrisch verwarmingselement te kunnen bijplaatsen. Dat betekent dat ik in deze situatie een elektrisch element eh, benodigd ben van ongeveer 1,5 kilowatt. Nou, we zien natuurlijk op de daken... Ook steeds meer PV verschijnen. En ja, het is niet raar dat je bijvoorbeeld dan zeg maar, stelt. Nou, oké, okay, uit één paneel kan ik in ieder geval proberen mijn energie die ik nodig heb voor bijverwarming. Ja, daaruit te halen. Dus zo spannend is dat niet. Ja, dan wel het warm tapwater. Aanvulling voor de verwarming, dat is duidelijk. Tapwater. Ja, we kunnen kiezen voor een elektrische boiler. Maar het zou niet helemaal eerlijk zijn als ik zou zeggen dat dat een, ja, een, een duurzame en een economisch goede oplossing is. Uh, tuurlijk, ondanks dat uh, Niebe ook in hun leveringsprogramma uh, smart boilers hebben, slimme boilers die het tappatroon van de gebruiker ja, volgen. Uh, en daarmee uh, mogelijk een besparing van zo'n rond de 10% op de energiekosten kunnen hebben. Maar het is niet helemaal je... Je van het. Maar het is wel een oplossing. En als er maar genoeg PV op het dak zou kunnen liggen... Ja, dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Nou, als u goed opgelet heeft, heeft u in het begin eh, gehoord... dat het voorbeeld van deze woning ja, ook uitgevoerd is met een mechanische ventilatie. En nou, zou het raar zijn om bijvoorbeeld die mechanische ventilatie te gaan gebruiken... om daarmee mijn tapwater te produceren. Ja, dan hou ik een onderscheid tussen mijn verwarming... Dus mijn luchtwaterwarmtepomp die zorgt voor die verwarming en mijn ventilatieluchtwarmtepomp zorgt voor de bereiding van tapwater. Het kan natuurlijk ook zijn, dus dit is een oplossing die we verderop in de tijd, op het moment dat de cv-ketel werkelijk afgeschreven is, ja, dat we de huidige warmtepomp gewoon kunnen laten staan die er geplaatst is en dat we dan een vervanger zoeken voor het bereiden van tapwater. Zitten we op het moment dat we zeggen, nee we willen nu al naar een elektrische oplossing, ja, dan zullen we kunnen kiezen om een volledig binnendeel te kunnen plaatsen waarin de warmwatervoorziening, de naverwarming en de hele bediening in één keer ja, aanwezig is. En kunnen we ook dus de luchtwaterwaterpomp gaan gebruiken voor de productie van de tapwater en verwarming. Ronald, ik, ik breek even ja. in, want er zijn een aantal uh, vragen binnengekomen zodat we even wat kunnen spreiden. Um, een van de vragen is: um, kan, kan ik in een renovatieproject de bestaande radiatoren blijven gebruiken in combinatie met een hybride warmtepomp? Ja. Nou, een logische vraag ook natuurlijk, hè, want ja, wij zien natuurlijk inderdaad in heel veel bestaande bouw die radiator eh, terugkomen. En ja, dat sluit ook wel een beetje aan eh, op, op het, het onderwerp wat ik nu heb. En misschien is het goed dat ik die nu gelijk bijpakt, eh, Roel. Eh, als we kijken naar bijvoorbeeld de bestaande situatie, woningen jaren 70, nou, jaren 80, hoogbouw. Nou, er zullen ongetwijfeld kijkers zijn van corporaties die dit herkennen, maar weet ik ook wel eh, dat ik u recht in de ogen kan kijken en dat ik weet dat jullie met die gebouwen, ja, dat daar al eh, de nodige aanpassingen zijn gedaan. Eh, ik denk aan, aan dubbelglas, maar misschien is er al wat gedaan aan, aan dak en wat gevelisolatie. Dat betekent dus dat die radiatoren die daar in die woningen aanwezig zijn, ja, die zijn zodanig eh, gedimensioneerd op een situatie dat de isolatiewaarde van het gebouw veel minder was. Dus die radiatoren die werken op een ja, normaal gesproken op een hogere temperatuur. Doordat we die schil aangepast hebben en aangepakt hebben. Uh, ook deels zou het een hele mooie uitdaging zijn om bijvoorbeeld te kunnen stellen dat we die watertemperatuur, de CV-watertemperatuur door de, de CV door de radiatoren ja, terug te brengen naar bijvoorbeeld 65 of 60 graden. Nou, Nieuwe heeft dat soort warmtepompen die, die, die zeg maar 65 graden aanvoertemperatuur kunnen maken. Ik, ik, ik vind het een, ja, een slechte zaak als wij toch gaan kijken naar warmtepompen die... Ja, uh, nog hoger in temperatuur gaan omdat ik vind ja je moet vaak moet je ja, zeg maar de oorzaak hè, uh, moet je, moet je, moet je uh, weghalen en dat is uh, het gebouw vraagt veel energie en ja die energie vraagt die moet je terugdringen dus dat is eigenlijk in een grote lijnen eventjes uh, het antwoord en ik, ik vul ja. hier nog aan, uit, uit op uh, uh, of op aan zo moet ik het eigenlijk zeggen uh, dat nou er is natuurlijk ook altijd een mogelijkheid om bijvoorbeeld een bestaande bouw ja, de radiatoren te kunnen vervangen door bijvoorbeeld ventilatieconvectoren. En ja, in bepaalde gevallen is het misschien zelfs ook mogelijk om daar een laag temperatuur vloerverwarmingssysteem op aan te kunnen brengen. Aanvullend nog even op die radiatoren, natuurlijk, is het wel zaak dat installateurs samen met de leverancier gaan kijken: van nou, hoe is de huidige staat van het leidingwerk? Past dat wel? Kan dat allemaal wel? Is het, is, het, is het zinvol om op die manier te doen? Maar, nou, met een heel lang antwoord, ja. Het is mogelijk, maar je moet het eerst goed onderzoeken. Dankjewel Ronald. En de vraag die ook gesteld werd, en in feite heb je hem al even met deze, die er nu is, al, al, je al even op ingegaan. Hier wordt dan gevraagd, een woning uit de jaren zeventig, moet dat niet eerst goed worden geïsoleerd, alvorens we naar een laag temperatuurstraject gaan. Dus eigenlijk, praat je ja. op de... Trias energetica. Ja, nou ja, helder hè. Trias energetica is natuurlijk is belangrijk. En natuurlijk, hoe lager. Uh, ja, die watertemperatuur in het CV kan, ja, hoe beter het rendement wordt. Maar goed, ik ga wel weer eerder aan. Hè. Niebe heeft op dit moment ja, een, een serie uh, modemblok lucht-waterwaterpompen, die toch wel op een hoge temperatuur ook een behoorlijk goed uh, rendement kunnen halen. Dus het is de vraag altijd: van ja, moet je altijd wel uh, helemaal naar een laag temperatuur uh, systeem gaan? Uh, dus ja. Ja, dus Zoek het meer in de middentemperatuur. Isolatie is goed. Ja. Dus dat is. Ja, zeker. Ja. Eén um, laatste vraag voordat je verder mag met je onderwerp, Ronald. <laughs> um, warmtepompen zouden extreem, zouden een extreem hoog energieverbruik kennen. En dat ik neem aan dat hiermee bedoeld wordt uh, elektriciteitsverbruik. Ja. Ja, nou ja, natuurlijk ook, ook, ook inderdaad een opmerking die we veelvuldig eh, 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 horen, maar ik denk dat daar ook, ook een, een uitleg eh, eh, en een stuk voorlichting eh, nodig is, zeker ook richting, richting de, 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 de gebruiker of, of, of wie dan ook. Eh, ja, er wordt immers geen aardgas gebruikt. Er komt dus een andere eh, eh, energievorm voor in de plaats. En met warmtepompen proberen we natuurlijk wel een rendement te halen, ja die zo hoog mogelijk is. En ja, dat we weten hoe lager het afgiftesysteem is. En bij luchtwaterwarmtepompen, ja, hoe, hoe warmer de gemiddelde buitentemperatuur is, ja, hoe mooiere rendementen we halen. Alleen ja, die buitentemperatuur die hebben wij niet in de hand. Ja, dat afgiftesysteem. Ja, we gaven het net ook al aan hè, in het voorbeeld. Ja, misschien is het niet altijd mogelijk om ventilatieconfectoren of vloerverwarming aan te brengen. Uh, ja, zorg dan dat je in ieder geval die schil zodanig terugbrengt dat je in een acceptabel werkdebiet gaat komen van de warmtepomp. En ja, zelf van mening dat ja, die grens toch ergens zo tussen de 60 en de 50 graden als maximale hoge temperatuur uh, moet liggen. Wil je uh, met de warmtepompen van Niebe een mooi rendement kunnen halen. En natuurlijk, hoe lager, ja, hoe beter. Dankjewel Ronald. Dan, uh... Gaan we nu over naar het onderwerp bouwkundige maatregelen. Je was er al een beetje mee bezig. Ja, maar... ja, ja ik, 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 ik gaf, gaf het nogmaal en ik benadruk het eh, eigenlijk, eh, eigenlijk nogmaals. Hè, eh, ja, het lijkt mij onwaarschijnlijk dat, dat, dat de woningen van de jaren 70, jaren 80. Uh, ja, nu op dit moment nog uh, zo uitgevoerd zijn, uh, zoals ze in destijds uh, tijdens de bouw zijn uitgevoerd. Dus er zijn bouwkundige maatregelen genomen. Dus die trias, energetica, die is daarop losgelaten. Maar dat betekent niet echt dat we naar, naar het niveau nieuwbouw uh, moeten. Ja, het, zou, het zou mooi zijn, het zal voor het rendement, zou het, uh, 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 het beter zijn, maar het is ja, economisch niet altijd, uh, altijd haalbaar. Dus maar kom ook met ons in gesprek. Want ja, goed, wij. Ja, het is natuurlijk niet één, één, uh, één product wat wij hebben waarin we ja, een oplossing kunnen vinden in de bestaande bouw. Getuigen ook onze eerste webinar die we in januari gehouden. Webinar wat we in januari hebben gehouden. Uh, er, er zijn meerdere oplossingen. En wij gaan. Graag, eh, en nou, als ik dan even mag richten tot de corporaties, graag met u in gesprek. Gebruik onze ervaring, gebruik onze expertise en, en we helpen u eh, eh, graag op, op de goede weg. Ik, ik, ik wil eigenlijk toch even, even doorgaan Roel, eh, als het eh, mag. En eh, dan ga ik eventjes toch eh, wat verder inzoomen op die eh, woning die ik in het begin van de eh, webinar eh, liet zien. Uh, die woning uit uh, eind jaren uh, 90, begin 2000, uh, met een verwarmingsvermogen van uh, ja, zo onder de beide 8 kilowatt. En hier hebben we een monoblok, uh, nou, een hybride waterpomp. En, ja, ik wil nog even stilstaan bij, bij het woord hybride, want ja, we gebruiken dat denk ik soms te pas en te onpas. En er zullen ongetwijfeld kijkers zijn van, hey uh, Ronald... Klopt wel datgene wat je zegt. Een Hybride, ik heb het opgezocht, betekent een nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken. Dus dat betekent een vermenging van aardgas en elektriciteit. Ja, als we die twee eh, energievormen eh, in een systeem bij elkaar brengen, dan praten we over een hybride systeem. Eh, ja, we praten ook heel snel over een hybride systeem, wanneer we een warmtepomp een luchtwaterwarmtepomp combineren met een elektrische naverwarming. Maar Officieel praten we dan eigenlijk over een mono-energetisch systeem, maar omdat dat hybride eigenlijk toch wel ja, wat, wat meer in de volksmond is komen te liggen, betrapt u ons hierop dat wij dus ook bij een mono-energetisch systeem toch wel praten over hybride. En aan de hand van uh, dit plaatje... We hebben hier dus die woning eh, hebben we dus berekend. Die bewerkt met een dimensioneringsprogramma. En in dat dimensioneringsprogramma kunnen we de situatie van de woning weergeven. We kunnen het energieverbruik kunnen wij, eh, weergeven. Eh, nou, we kunnen kijken van hoeveel bewoners zijn er. Wat is het tapwaterverbruik van de, van de mensen? Hoe groot is de woning? En we kunnen kijken, oké, okay, we gaan hier een warmtepomp op selecteren. En wat gaat deze warmtepomp nou naar verwachting doen? En we zien dat met deze warmtepomp. Nou, 81% van het vermogen genomen wordt. Je ziet hier ook die 1,5 kilowatt aan elektrische verwarming, zie je hier weer als bijverwarming terugkomen. Nou, in een heel jaar betekent dat dat wij ongeveer 4500 kilowattuur per jaar nodig hebben om een stukje bijverwarming te doen. En ja, ik geef het ook al aan: dat is de energie die je ruimschoots uit een PV-paneel kan halen. Nou, dat leidt ons naar het uh, volgende toe. Dat vanuit die dimensioneringsberekening maken wij een uh, indicatieve energieberekening. En daar zien we dat in plaats van het aardgas, die 2100 kub gas die gebruikt wordt met vier personen, uh, ja, dat we dat omzetten in elektriciteit. En dat betekent voor uh, deze uh, bewoners dat uh, ongeveer een 5436 kWh per jaar uh, noodzakelijk is aan elektrische energie om alle energie voor verwarming en tapwater te kunnen bereiden. Nou, er zullen ongetwijfeld zijn installateurs die kijken en die rekenen snel dat je ongeveer met een 20 PV-panelen ja, deze energievraag zou kunnen dekken. En ja, afhankelijk natuurlijk van de grootte van de dakoppervlakte of de situatie ja, zoals die daar beschikbaar is, zou je kunnen stellen dat je die energievraag dus volledig vanuit je dak zou kunnen halen. Daaruit rolt ook nog een keer de energielabels van de producten. En ja, daarmee kunnen we stellen dat wij daarmee toch wel een hoog energielabel uit tevoorschijn kunnen halen. Dank, dankjewel Ronald voor deze duidelijke uitleg. Dan zijn we inmiddels aangekomen bij de derde polvraag. Uh, maar daarvoor Ronald wil ik nog even twee vragen die binnengekomen zijn met jou behandelen. Eén vraag is... Is het gewikkeld voor de installateur om een hybride warmtepomp aan te sluiten? Eigenlijk denk ik dat de vraagsteller of stelsel bedoelt, van kan elke installateur overweg met warmtepompen? Ja, nou ik, 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 snap, ik snap die vraag ook. En, en wederom ook, uh, maar dat zeg ik uh, misschien wel eens te vaak vind ik dat ook een goede vraag. Ik vind sowieso alle vragen vind ik. Vind ik uh, eerlijk gezegd goed. Het is fijn dat u daarop uh, op reageert in dit uh, webinar. Uh, maar de vraag is inderdaad van ja. Uh, is, is, het, is het ingewikkeld om een waterpomp aan te sluiten? Ja, onze, onze installateurs zijn gewend. Eh, en het geldt uiteraard niet voor iedereen. Maar gewend met die CV-ketel te werken. En die CV-ketel is, is, is gemeengoed ge, geworden. Maar ik kan je verzekeren dat een waterpomp zeker niet ingewikkelder is. Eh, tuurlijk, het, het vraagt ons spelregels. Het, het vraagt een, een, een bepaalde aanpak. Maar goed... Uh, Niebe als leverancier, fabrikant. Wij ja, staan te popelen om die instructeur ja, bij de hand te nemen. Uh, u kunt als instructeur bij ons uh, trainingen volgen. U kunt uh, gratis ons, uh, onze Niebe academie uh, bezoeken. En dan kunt u zo vaak en zoveel doen wanneer u wil. En vrij blijven, want we verplichten u tot niks. Maar we willen u graag helpen. We willen zorgen dat we met z'n allen goede dingen doen. Nee, niet ingewikkeld. Maar met andere woorden, we zeggen elke installateur moet het kunnen. Absoluut. Alleen een stukje training en scholing is onontbeerlijk. Ja. En, dit vind ik persoonlijk wel een, ook wel een hele mode vraag. En dat is, zijn de fabrikanten klaar voor de omslag naar gasloos in de snelheid waarmee de Nederlandse overheid dit wil? ja, ja. ja. Ja, goede. Uh... Ik, 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 ik vind dat een heel mooie vraag. En uh, daarmee, als ik hem dan beantwoord, dan denk ik hem even voor ja, jou, doe, Ronald. Doe. Ik denk inderdaad dat dat uh, zo is. Niebe is er zeker klaar voor, maar ik denk ook dat dat te maken heeft uh, met wat Ronald ook eerder aangaf, is het stukje ervaring wat Niebe Zweden heeft. Niebe, een bedrijf met 15.000 uh, medewerkers, is al tientallen jaren bezig met duurzame... Uh, energie en die maken geen gebruik van fossiele brandstoffen. Dus wat wij in de praktijk vaak als Niebe zien, is dat wij uitgenodigd worden voor pilots, waarbij wij zelf vanuit onze eigen kennis en ervaring zeggen van ja, u mag een pilot doen. Alleen weet wel, de ervaring die wij als Niebe uh, hebben, is al tientallen jaren oud. Wat voor ons in Nederland relatief nieuw is, is voor uh, Niebe, het bedrijf Niebe absoluut niet nieuw, en is gewoon iets wat ze al tientallen jaren doen. Dus ik, ik hoop dat daarmee de vraag goed uh, beantwoord ja, is. Ik nou, ben blij met jouw Rol. Ja, dat zeg je al heel vaak, Ronald. <laughs> goed, dan gaan we over naar de uh, derde polvraag. Dat is de, uh, die, die luidt al dus. De nieuwe hybride warmtepomp is een goed alternatief voor de vervanging van aardgasgestookte installaties. En ook hiermee, ook hiermee kan u antwoorden met mee eens. Uh, of u zegt van nou ik. Helemaal mee oneens. Of u zegt van ik heb er geen mening over. Graag uw uh, mening hierover. Uh, Ronald, dan gaan we naar het uh, laatste onderwerp. Ook altijd ja. een, een heikel punt in Nederland, dat is subsidie. De ene stroming die zegt subsidie absoluut niet doen. Uh, en de andere die zegt om het product te stimuleren, om duurzaam te stimuleren, moet je het juist wel doen. Ja, nou, inderdaad. Ja, ik kan dat natuurlijk. Uh... Uh, daar heel lang bij stilstaan en heel lang over praten. Ik belicht hier met name even de producten, zoals u uh, ongetwijfeld op de, op de dia ziet, uh, van de subsidies op het moment van het maken van deze presentatie, uh, toen ze bekend waren. Ik, ik geef u ook met nadruk even en uh, met klem, uh, contro controleer dat ook eventjes op de website van, uh, van Rijks, uh, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dus de RVO, www.rvo.nl. Uh, zoek even op uh, subsidies, warmtepompen en kijk wat de subsidiebedragen staan uh, zijn op dat moment. Uh, ik heb hier even een opzomming uh, van een aantal producten, waaronder ventilatieluchtwarmtepompen, maar ook uh, de warmtepompen zoals ik in deze webinar uh, of in dit webinar heb uh, besproken. Uh, uh, ja, de warmtepompboilen staan hierin benoemd. Maar ook ja, onze, onze luchtwaterwarmtepompen in de hybride uitvoeringen. En u ziet dat die bedragen nogal ja, uh, uiteenlopen, maar toch wel zeker uh, zeer interessant kunnen zijn. Ja, nogmaals, uh, wat Roel aangaf: ja, je kan daarover discussiëren. Is het, is het, uh, is het uh, goed om subsidies te hebben? Uh, maar goed, het geeft in ieder geval een, een aanzet tot het uh, verduurzamen van ons, uh, ja, ons huidige, huidige gasnet. Maar ja, ja. even een aanvulling Ron, Want ja. ik weet toevallig dat per 1 januari van dit jaar. dat de aanvrager. van de subsidie. dat die een bewijs moet aanleveren. dat de producten, dus de apparaten. de warmtepompen zijn geïnstalleerd. door een deskundig installateur. Dus die bewijslast ligt ja, bij klopt. de aanvrager. Ja, goed dat je Dan dat even is... aanvult inderdaad. Dat geeft ook richting de installateurs. maar ook weer aan. van nou. verruim je kennis, eh, laat ons helpen. Uh, u die kennis in ieder geval uh, te verrijken en zorg dat u een deskundig installateur wordt op het gebied van waterpomptechniek. Met jouw goedkeuren Roel ga ik uh, ja, omwille van tijd uh, ja, door uh, in dit uh, webinar van gas naar gasloos in de bestaande bouw en samengevat. Nou, onze eerdere webinar, en die kunt u ongetwijfeld nog terugkijken van 25 januari, hebben we al gesproken over ventilatie, ventilatieluchtwarmtepompen, zowel in nieuwbouw als in de bestaande bouw. We hebben nu wat ingezoomd op de uh, hybride warmtepomp, de hybride luchtwarmtepomp. En ik wil eigenlijk toch eventjes wat samenvatten dat de nieuwe hybride warmtepompen, ja, dat zijn ja, vrij compacte en modulerende, tegenwoordig allemaal modulerende uh, monoblok luchtwaterwarmtepompen. We hebben ze ook in split uitvoering, maar met name de monoblok ja, kenmerkt zich door ja, dat in feite iedere installateur ja, zonder F-gas certificering dit product kan en mag installeren. Nou, niet onbelangrijk is dat dit product ja, te combineren is met ieder fabrikaat, ongeacht eh, merk en type cv-ketel. Uh, ja, wij zijn in de praktijk nog geen zaken tegengekomen waarvan we zeiden. Van, nou, dit kan niet werken. Natuurlijk vraagt iedere, iedere combinatie wel zijn aandacht. En hebben we daar uh, separate en mooie oplossingen voor? Uh, uh, zeker als ik uh, me richt op corporaties, dat ik weet dat er een bepaald type ketel veelvuldig gebruikt wordt. Kan ik u stellen, eh, eh, ik daag u graag uit, nodig ons uit, want wij hebben voor dat type ketel echt een hele extreme mooie oplossing. En ten meer ook nog eens een keer dat het gecombineerd is dat deze waterpompen zeker op ons ontwerp bij min 10 eh, inzetbaar zijn. U heeft mij in het webinar ook al horen roepen over smart grid. Eh, gebruik smart grid op een slimme manier ja, om, 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 om de energievoorziening eh, 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 te kunnen delen. Nou, waterpompen van Niebe zijn al ruim uh, jaren voorzien van uh, smart grid functies. Uh, maar goed, ook kunnen wij de waterpompen op basis van afstand uh, kunnen wij die, uh, beheren. En zo maakt ook nul te meter uh, woningen uh, zeg maar de stap naar onze waterpompen geen hoge drempel. Waterpompen van Niebe zijn toepasbaar in de bestaande en in de nieuwbouw. Uiteraard, voor nieuwbouw beschikken wij over gelijkwaardigheidsverklaringen. En nou, we kunnen stellen dat met nieuwe warmtepompen wij hoge energielabels op het CV-pakket kunnen halen. En Roel gaf het net ook al aan, ja, niet onbelangrijk is, ja, wij teren wel op een hele lange ervaring, want wij komen immers uit, uit een gebied, uit een land waar aardgas eigenlijk niet toegepast wordt. Dus uit een land wat ervaring heeft op het gebied van all electric. Dankjewel Ronald. Um, er komen zoveel vragen binnen Ronald. dat we de, Ik pak er toch nog eentje uit voordat wij uh, naar het resultaat van de poll gaan. En... Um, ik, ik... Dit is wel een mooie. En hier, waarom slaan we de hybride eigenlijk niet over? En gaan we uh, gelijk over naar bijvoorbeeld all-electric? Waardoor we dus geen gas meer nodig hebben, geen cv-ketel, dus geen onderhoud. En misschien al dus de vraag: steller of stelster is het wel goedkoop dan all-electric? Iets hogere investering. Maar het verschil, volgens deze schrijver of schrijfster, is dat tussen beide systemen het verschil ertussen is vrijwel te verwaarlozen. Dus waarom slaan we de hybride niet over? Ja, nou ja, goed. Uh, maar dat hebben we geprobeerd, natuurlijk, ook in, uh, in deze presentatie duidelijk te geven. Uh, er zijn uh, ja, situaties waarin uh, eigenaren bezit hebben van een cv-ketel, ja, die bij lange na hun, 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 hun einddoel, uh, hun levensduur, nog niet behaald hebben. En ja, we kunnen natuurlijk niet in ieder zijn portemonnee kijken. Eh, eh, ja, de hybride zou, zou een, 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 een voorzichtige stap zijn naar eh, all-electric. Eh, ook op, op economisch vlak, eh, uiteraard. Ja, dat, dat, maar goed, als iemand besluit om nu op een all-electric systeem over te stappen. Ja, eh, Als Niebe zeggen ja. wij van ja, ja. Prima, kom maar op. Misschien dat, dat hier ook wel van toepassing is dat wij als Niebe altijd gezegd hebben dat hybride, dus combinatie met cv ketel hoeft wat ons betreft niet. Alleen we moeten natuurlijk niet vergeten dat wij, in tegenstelling tot de Scandinavische landen zoals Denemarken, Zweden, waar vrijwel geen fossiel gebruikt werd, Denemarken al helemaal niet, dat wij natuurlijk in Nederland komen vanuit de situatie waarbij er een hele infrastructuur ligt met, uh, op het gebied van aardgas. Dus in Nederland is gewoon de situatie iets anders. Vanuit de nieuwe gedachte willen wij het liefst Meteen de hybride overgaan, overslaan en al electric, maar we hebben gewoon te maken met de Nederlandse situatie en daar kunnen wij natuurlijk ook niet omheen. Nee. Helder. Uh, dan de uitslag van de laatste polfraad. De hybride warmtepomp is een goed alternatief ter vervanging van uh, aardgas. Of aardgasgestookte installaties. 54% zegt van ja, dat is een. een uh, daar zijn we het mee eens. 15% is het daarmee oneens en 33, of 31% heeft nog geen mening. Dus is het is best nog wel een relatief grote groep die zegt van ja, hybride zetten we toch wel onze vraagtekens bij. En uh, dat is in elk geval voor ons, denk ik, vanuit de kant van, van als leveranciers zijn, ook belangrijk om daar eens in te duiken van wat is nou precies. De reden waarom mensen het er niet mee eens zijn of geen mening. Puur vanuit de gedachtegang van duurzaamheid zeggen wij natuurlijk ook, wat ik zojuist ook al zei. 100% l electric is altijd de voorkeur boven uh, de hybride. Alleen we hebben duidelijk te maken met een Nederlandse situatie. En dat vraagt, denk ik, toch een, een overlappingstijd. Goed, volgens mij zijn wij zo'n beetje aan het eind gekomen van deze webinar. Um, dan rest mij u nog te zeggen dat wij volgende week vanaf uh, dinsdag 17 Januari. 17 april, ik loop voor. 17 april op de Building Holland beurs staan, in de rij in Amsterdam. Als het goed is, krijgt u een pop-up in beeld. En wilt u daarvoor een kaart uh, toegangsgaten hebben, dan kunt u die aanklikken. Zoals al eerder gezegd, het webinar on demand is terug te kijken. U kunt het ook delen met collega's, relaties, wie u maar wilt. Ook willen wij vragen of u het evaluatieformulier voor ons zou willen invullen, zodat wij bij een volgende keer uh, het nog beter kunnen doen. En tot slot willen we nog even wijzen op de, onze website www.niebe.nl.eu. En wilt u informatie of hebt u nog andere vragen, dan kunt u uh, altijd ons ook mailen naar info.niebenl.nl. Dan, uh, Ronald, wil ik jou hartelijk bedanken voor uh, jouw hele duidelijke en heldere uitleg. Ja. En dan kijkers, u allen bedankt voor het kijken, en wij zien u graag terug bij het volgende webinar. Tot ziens. Tot ziens en bedankt.